Jairo, welk gevoel hou jij over aan deze 1-1? Welk gevoel? Qua resultaat. Teleurgesteld natuurlijk. Ik denk dat het niet had gehoeven. Qua spel, qua inzet, qua teamprestatie, wat we hebben laten zien op het veld. Dan weer wel tevreden, dus heel gemengd. Was, over de hele wedstrijd ging was een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Ja, daar koop je natuurlijk niks voor als je uiteindelijk maar een puntje hebt. Maar het was echt een leuke wedstrijd. Ja, nee, dat merkten wij zelf ook in het veld zelf natuurlijk. We domineerden, we wonnen duels, waren fel en zij waren ook fel. Dus het waren mooie duels. En natuurlijk ons publiek, ons geweldig publiek stond er ook achter. Dus dat gaf ons meer vertrouwen. En af en toe klapte we erop. We wonnen al onze duels. En ja, wat je zegt, je koopt er niks voor. En uiteindelijk moet het ook resultaat opleveren. En dat was vandaag niet het geval. Doe je jezelf hier tekort? Heeft IJs het hier laten liggen, gezien ook de kansen die er wel zijn geweest? Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ik bedoel, je moet natuurlijk winnen qua spel. En dat hebben we niet gedaan, dus het doet onszelf wel tekort. Ja. En dan uitgerekend, Siem de Jong, 4 keer kampioen geworden in Amsterdam. Dat hij dan degene is die die 1-1 maakt. Jij kon hem nog een keertje ervan afhouden, eventjes ervoor. Ja, precies. Ik kon hem 1 keer eraf afhouden. En volgens mij, ik weet niet hoeveel minuten later, neemt hij de bal aan en schiet hij hem erin. Ja, dat is gewoon... Ja, het is niet extra zuur, maar niet uit wie er had gescoord. Maar het is gewoon jammer dat het toch gebeurt. Jij speelde weer een keer een competitiewedstrijd van het begin tot het einde mee. Ben je over jezelf tevreden? Over mezelf ben ik wel redelijk tevreden, ja. Alleen, ik ben ook gewoon een teamspeler. En voor mij gaat het ook om resultaat. En ik heb niet het juiste resultaat gehaald waarvoor ik het veld op zou stappen. Dus ja, ook dat is gemengd. Ik ben blij met mijn spel, maar jammer dat we niet konden winnen. Als je dan naar IJs kijkt, ga je met 5 punten achterstand op Feyenoord de winterstop in. En na de seizoenshelft waarin iedereen toch wel positief was over Ajax. Goed spel, er werden goede resultaten gehaald. Dan in de laatste week wordt er 2 keer verloren en 1 keer gelijk gespeeld. 5 punten achterstand. Welk gevoel neem je dan mee die feestdagen in en richting de tweede seizoenshelft? Ja, ik denk dat dat wel een logische vraag is natuurlijk. Ons goede spel, ons goede resultaat, ons goede reeks van volgens mij 20... wedstrijden achter elkaar ongeslagen, dat neem je natuurlijk mee. En wat we in de laatste week hebben gedaan, dat is gewoon kloot eigenlijk, als ik het zo mag zeggen. En dat mag, gelukkig. Ja, dat is gewoon kloot. En daarom moeten we eerst nu vakantie vieren en als we terugkomen ons focussen en doorgaan met de lijn die we daarvoor hadden met die ongeslagen wedstrijden. En dan komt het helemaal goed. En het spel wat jullie vandaag hebben laten zien? Precies, die lijn moeten we gewoon doortrekken en het negatieve moeten we in 2016 laten.